Snaps, jij erop in kistels voor Snapgever nog je naam zo je die vanaf naam zien we. Hoi, Noortje van Verdienen met Video hier vanuit de stad Sibiu in Roemenië. Klinkt best wel heel raar, hè? Alsof ik Russisch spreek of zo. Maar nee, ik spreek gewoon Nederlands. En zo klinkt het dus als je je video achterstevoren afspeelt. Waar ik het vandaag met je over wil hebben is hoe je smartphone video's maakt als je onderweg bent of zoals ik nu op reis bent. Dus ben jij een reislustige ondernemer of een journalist of een reporter of geen reislustig type, maar wil je wel weten wat je precies nodig hebt en waar je op moet letten bij het maken van je smartphone video op locatie? In deze video deel ik 3 tips om een video te maken met je smartphone op locatie, dus blijf kijken. De eerste tip die ik voor je heb gaat over alles wat je nodig hebt om een reisvideo te maken. Deze mannen hier werken met een groot statief en een groot zware camera. Maar als ik onderweg ben, dan wil ik gewoon zo licht mogelijk reizen en dus niet hoeven slepen met allerlei zware spullen en apparatuur. En daarom vind ik mijn smartphone als videocamera gewoon echt een uitkomst. Ik heb hem altijd bij me en er zit gewoon een geweldige camera op waarmee je echt hele goede kwaliteit opnames maakt. Dan wil je er natuurlijk voor zorgen dat je steady beeld hebt. Als ik in mijn kantoor of in de studio opneem, dan gebruik ik altijd mijn driepootstatief. Die hoog genoeg is als ik mijn video staand opneem, dus zodat mijn smartphone op ooghoogte van mij is. Maar dit statief is nog best wel zwaar en dus gaat hij echt niet mee de koffer in. Een goed alternatief is dan een selfie stick, die is lekker licht. En die ik gebruik, die kan je ook nog eens op meerdere manieren gebruiken, dus echt super handig. Om ervoor te zorgen dat je goed hoorbaar bent in je video's, gebruik je bij voorkeur een externe microfoon die je zo in je smartphone plugt. Voor zo'n externe microfoon betaal je rond de 50 euro. Een goede investering zou ik zeggen. En zo'n microfoontje is heel compact, dus neemt ook niet zoveel ruimte in beslag in je koffer. Wil je nou weten welke microfoon ik gebruik en welke selfie stick ik gebruik voor het opnemen van deze video? Download dan hier de gratis smartphone video shoplijst. Als je video's gaat opnemen met je smartphone en je gaat je video ook gelijk editen, dan wil je batterij best wel snel leeglopen met al die apps die je gebruikt. En je hebt natuurlijk vast je gewone standaard oplader bij je, maar daar heb je natuurlijk weer een stopcontact voor nodig. En als je onderweg bent, dan wil dat nog wel eens een dingetje zijn, zeg maar. En dan is een oplaadbare batterij heel erg handig. Dat is een batterij met verschillende USB-poorten, zodat je smartphone onderweg kunt opladen. Oké, je verhaal staat er eindelijk op nadat je het misschien wel een paar keer overnieuw hebt gedaan. En misschien twijfel je nog wel of je hem niet nog een keer over moet doen. Omdat je een keer hebt versproken of omdat je haar niet helemaal goed zit of zo. Maar goed, laten we zeggen je bent tevreden met deze kladversie. Dan is het slim om hem eventjes veilig te stellen. Door hem ergens anders op te slaan dan op je smartphone. Zorg dan dat je je video op een extern harde schijf zet. Of hem even met WeTransfer verstuurt naar jezelf. Of hem bijvoorbeeld gewoon op Dropbox zet. De tweede tip die ik voor je heb gaat over de locatie waar je gaat opnemen. Het is handig om vooraf te bedenken op welke plekken je opnames gaat maken. Maak dus vooraf even een rondje en bekijk wat de mooie plekken zijn waar je gaat filmen. En als je buiten opnames gaat maken, dan zit je qua licht meestal wel goed. Want met natuurlijk daglicht heb je voldoende licht om goede opnames te maken met je smartphone. Pas op dat je niet met tegenlicht gaat opnemen, want dan ziet de kijker thuis een schim van jou en dat wil je natuurlijk niet. Zoek dan liever een plekje op in de schaduw. Dan als derde en laatste tip, maak een sfeerimpressie van de locatie waar je bent, zodat je de beelden waarin je zelf aan het woord bent kunt afwisselen met mooie sfeerbeelden, zogenaamde B-roll. Zorg ervoor dat deze shots lang genoeg zijn, zodat je kunt bijsnijden en bijschaven. En als je nou geen tijd hebt om videoopnames van de omgeving te maken, dan kun je natuurlijk ook gewoon foto's toevoegen ter afwisseling.
Dit waren mijn 3 tips voor het maken van smartphone video's op locatie. Ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben. En als je mijn volgende video's met tips over videomarketing niet wilt missen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende smartphone video.